Waar is Odjidja? Klukowski, nee, het wordt Koema. Die trapt half op de bal en verliest hem. Maar Vadis krijgt hem zo cadeau. Goeie beweging, Vadis Odjidja. Odjidja gaat trappen. Ja, eerste echte gevaar na 11 minuten. Eerste dreiging in deze partij. De voer in de wind. En dan het niet eens slechte schot, maar wel naast uiteraard. Denk aan Maro, bezig aan een goede match hoor. Hardwerkend, vol vertrouwen. Hier komt Koundaarden, die moet trappen. Koundaarden op Stijn. Het zal het zijn als hij mocht scoren hier in dit stadion. Bolat. Hoefkis wint het niet. Glijdt weg. Bokani voor de goal. Jovanovic gaat hem krijgen. Hij gaat zelf trappen en binnen. Je merci Mbokani. Zijn eerste goal sinds 19 september. Maar tegen club doet hij het altijd goed. Ja, ja, ja. Hier nog eens kijken. Hoefkis schiet tekort. Letterlijk en figuurlijk. En hij duwt hem prachtig binnen via de paal. Je merci Mbokani. Zijn vierde goal nog maar dit seizoen. Het is o zo lang geleden, van september. Stel je maar eens voor. Zo spits. Maar hij kan nu bevrijd voetballen. 0-1 voor rood en wit standaard. Oeh, Odjidja tegen De Camargo. Meteen geel, ja. Hij ging met de stuts vooruit. Hopelijk wordt het niet zo'n wedstrijd. Het is het eigenlijk al. Hier is hij. Ja, dat is duidelijk. Geel. En rood kan ook. Want Gigi moet niet van zijn oren maken. Hij ontsnapt hier aan rood. Zonder enige twijfel. Opvallende vervanging bij Club Brugge, maar niet onverwacht. Akpala eraf. Die raakt eigenlijk geen leer. En Wesley Sonck mag nog eens meedoen. De eerste keer dat hij in een competitiewedstrijd dit jaar nog eens de bal zal mogen beroeren. Wesley Sonck dus. Klukowski, het is altijd zoeken. Dan maar de hoge bal. Sonck, nee, die komt er niet aan. Gerard, ook niet. En Jovanovic trapt op de bal, niks aan de hand. Sonck, die moet trappen, die moet zelfs misschien scoren. Nee, wijkt te veel naar buiten. En dan penalty. Fout van Bolat, wat gaan we hier allemaal meemaken? En gele kaart voor Sinan Bolat. Ja, 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 iets te fel erop. Tja, tja, tja. En Sonck, geen bal geraakt eigenlijk nu, voor het eerst. Na 2 minuutjes, goed kijken. Hij schermt de bal af en Bolat, ja wat doet hij? Hij glijdt er tegenaan, moet gewoon wachten. Gele kaart en penalty. En Wesley Sonck meteen zijn stempel drukkend op de wedstrijd. En wie gaat die penalty nemen? Sinan Bolat kan zijn foutje goed maken. Bij club hebben ze al wat penalties gemist dit seizoen. Vadis. En ook Perisic, maar Sonck gaat het zelf van elkaar brengen. En hij doet het 1-1. Wesley Sonck. Ongelooflijk. Wesley Sonck. Voortdurend op de bank. Hij staat er 2 minuten op. Penalty, overtreding op hem. En dan 1-1 gelijk. Deze man schudde de hoofd en ik kan hem begrijpen. Te fel, te overhaast van Bolat. Hij komt er net niet aan. 1-1. Kijk eens naar Gerard, die wil niet kijken. Koema naar de buitenkant. Grensrechte paas, Gerard. Die bal komt er, Sonck daarnaast en binnen. Dorje Koema in 6 minuten. Zet Club Brugge het allemaal recht. Zijn 11e goal van het seizoen. Ja, ja, ja. En iedereen viert mee. Standaard. Plots de peanut. En Bolat 2 keer geklopt. In luttele tijd. Goed doorgespeeld van Koemaha. En die gaat hem terugkijken. Sonck bijna met de linker. En dan ruimte zat. Voor Koemaha om zijn 11e binnen te tikken. Oh la la. Carcela. Ingevallen voor de matige Gerson. En daar is Dom. En kijk eens wat een ruimte voor Koema. Aan de overkant, Wesley Sonck, heeft hij die gezien? Hij verkiest de bal bij te houden en kan dat begrijpen. Loopt voorbij Carcela. Goeie voorzet. Sonck moet de bal stoppen met de borst. En Bolat. Ja, had alle tijd om nog een beweging te maken.
Maar het gevaar is geweken. De 3-1 blijft in Bolat steken.